330 boeren zijn afgelopen zaterdag tijdens een presidentieel werkbezoek in Nikeri in aanmerking gekomen voor een stukje perceel om aan klein- en grootschalige groente- en fruitteelt te doen. Dit project moet de productie en de export helpen verhogen. De boeren namen deel aan een loting om in aanmerking te komen voor arealen die behoren tot het tuinbouw-innovatieproject Nikeri. Echter zijn alle deelnemers in aanmerking gekomen voor een stukje grond. Het gaat om een gebied van 200 hectare van het bedrijf Food Agricultural Industries, FAI, dat beschikbaar wordt gesteld aan boeren, waardoor zij de mogelijkheid krijgen om hun eigen bedrijven te starten. Dit biedt de boeren de nodige stabiliteit om hun agrarische activiteiten uit te voeren. President Chandrika Prasad Santokhi benadrukte de uitdagingen van de crisis waarin het land de afgelopen 3 jaar is geweest. Maar zei dat projecten als het tuinbouw-innovatieproject Nikeri kansen bieden voor een betere toekomst. En dit is het project wat een grote kans is voor onze agrariërs. Geef hun land, geef hun grond. Want datgene wat ze gaan verliezen aan rijstproductie, kunnen ze produceren met andere groenten. Kunnen ze produceren met andere fruit. Alleen moet de regering zorg dragen dat die faciliteiten moeten komen. En welke zijn de faciliteiten? Geef hen grond. Geef hen fondsen. En we hebben agrarisch fonds Nova. Tot 1 miljoen kan je lening krijgen met 5,25% rente. We hebben productiekredietfonds, kan je daar een lening nemen. KMO-fonds heb ik 2 weken geleden aan 10 personen grens gegeven tussen 50.000 Amerikaanse dollar en 350.000 Amerikaanse dollar om als ondernemers begeleid te worden, getraind te worden voor toename van de productie. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zal toezicht houden op het tuinbouw-innovatieproject in Nikeri. Deze aanpak legt de nadruk op innovatie met specifieke aandacht voor verwerking en duurzaamheid, wat van vitaal belang is voor het bevorderen van duurzaamheid in de sector. Minister Prahlad Sudin haalde aan dat de boeren die in aanmerking zijn gekomen voor een stukje perceel lid zullen worden van een coöperatie en een overeenkomst zullen tekenen. Omdat u ook, behalve dat u bepaalde rechten heeft, ook een aantal verplichtingen gaat hebben. U gaat moeten voldoen aan een aantal voorwaarden welke door de coöperatie gaat worden vastgesteld in samenwerking met LVV qua de teeltechnieken, qua bespuitingen, bestrijding van ziekte en plagen, al die afspraken gaan komen. En zoals de heer Kiristi zei en de heer Red Gowri, er gaan trainingen volgen. Er gaan een aantal trainingen komen in good agricultural practices, want anders gaat u uw product niet kunnen verkopen. Minister Sudin zei dat de gewassen ook onderzocht zullen worden door het laboratorium van het departement, omdat veiligheid hoog in het vaandel staat als het gaat om voedsel. Het staatshoofd ziet graag dat Nikeri behalve het rijstdistrict ook het district wordt van andere landbouwproducten.